Welkom iedereen. Welkom bij deze lezingenreeks. De lezingenreeks heet Renovating the Belgian Building Stock by 2050. Die lezingenreeks wordt georganiseerd door vakgroep Architectuur en Steenbouw en bijzonder onderzoeksgroep Bouwfysica. De onmiddellijke aanleiding, dat was een bijzonder vraagstuk, of eigenlijk twee bijzondere vraagstukken die gestart zijn, waarbij dat we kijken naar het gebouwenpark en dat we nadenken over methodes, oplossingen, op welke manier moeten we dat gebouwenpark gaan aanpakken. Er zijn vier lezingen die we georganiseerd hebben. En vandaag is de eerste lezing. Dit is het programma voor volgende maanden, dus elke maand is er één lezing. En vandaag zal professor Johan Albrecht een en ander gaan duiden. Goed. Ik ga u nu al uitnodigen voor de volgende lezingen. Dus in maart zal professor Laura Itaar van TU Delft een toelichting geven over Energy Analytics for Sustainable Buildings. Dan 29 april Janet Reyna zal spreken over een buildingstokmodel in de Verenigde Staten. En tenslotte op 6 maart zal Maarten de Grote van Vito spreken over de uitdagingen in Vlaanderen. Goed, ondertussen nog een aantal mensen binnenlaten. Oké. Dus vandaag zal Johan Albrecht ons iets vertellen. Ik ga kort Johan introduceren. Hij studeerde aan UGent en in Oxford. Hij heeft een doctoraat in de milieueconomie gehaald, waarin dat ik dit leuke citaat nog gevonden heb. Dus we zullen nu zien of dat vandaag nog van pas komt. Johan Albrecht is professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is ook senior fellow bij het Itinera Institute. En is ook auteur van een aantal boeken zoals Coronashock, Energietrilemma, Het Gewicht van Vlees en ook Huisvesting in Tijden van Schaarste. Een onderwerp dat uiteraard aansluit bij een aantal uitdagingen die we vandaag zien. Dus het idee is na deze introductie dat Johan een lezing geeft van ongeveer 40-45 minuten. En daarna is nog een mogelijkheid om vragen te stellen. Ik zou wel willen vragen om u te muten. Dat is niet tegen Johan, maar tegen alle andere mensen. En als de deelnemers vragen hebben, kunnen ze die uiteraard stellen bij de Q&A. En dan kunnen we na de lezing die overlopen. Zo, Johan, ik geef u het woord. Ja, dank u Nathan. Ik ga dan ook eerst een beetje technologie proberen optimaal te gebruiken, namelijk mijn scherm te delen. Dus ik kan dat blijkbaar doen. Ik hoop dat dat ook bij u binnenkomt als ik mijn scherm deel. Ja. Ja, goed, dat is voor iedereen waarschijnlijk te volgen. Hè? Goed, wel Nathan, bedankt voor de inleiding en aan alle deelnemers welkom. En ook bedankt voor uw interesse natuurlijk. Hè. Ik ga het vooral hebben over het Europese relancebeleid en de vraag proberen te beantwoorden. Wat brengt dat mee in zaken denken rond energie en gebouwen? En ik ga vooral over het renovatiebeleid paar elementen met u delen. Natuurlijk, elke voordracht in dit tijdperk begint met, ja, we hebben corona, we hebben de crisis, we hebben gevolgen daarvan. Wel, misschien is een van de positieve gevolgen het Europese relancebeleid, wat echt een zeer belangrijk verschil maakt ten opzichte van vroegere relancepogingen die nationaal of internationaal zijn ondernomen geweest. Het is echt een zeer ander relancebeleid, dat wil ik toch wel ook even benadrukken. En eigenlijk is dat niet zo opvallend of zo ongewoon misschien voor wie de geschiedenis van Europa een klein beetje kent. Europa, de naam Europa, komt van een prinses die in de Griekse mythologie werd geschaakt op een eiland door een stier. En dat was natuurlijk Zeus die zich had getransformeerd, hè, tot een verleidelijk dier. Europa sprong op de stier
bij wijze van spel en werd ontvoerd, werd gebracht naar het eiland Kreta, de thuisbasis van Zeus. Wie werd ontvoerd door Zeus? De mail liep het meestal niet goed af. Dat kan u lezen in alle geuren en kleuren in de Griekse mythologie. Maar eigenlijk heeft Europa het er goed van afgebracht. Ze heeft zich echt kunnen aanpassen. Ze heeft kunnen een dialoog aangaan. En ze heeft eigenlijk heel veel belangrijke, positieve dingen kunnen realiseren. Wat misschien ook kan worden gekoppeld aan het relanceplan. En u kent wellicht de naam van de relanceplan dat we vandaag dikwijls in de media zien passeren. Namelijk Next Generation EU. We willen echt het Europese landschap voorbereiden voor de volgende generaties. En daarin gaan we natuurlijk voortbouwen op het discours van de Green Deal, waarbij het eindpunt 2050 ons zou moeten brengen bij een koolstofarm continent. Europa wil echt het eerste koolstofarme continent zijn. En die Green Deal, daar heeft u ongetwijfeld al veel van gehoord, wel, die moet worden gevoed, wordt er gestimuleerd eigenlijk door Next Generation EU. Een paar citaten om duidelijk te maken wat dat eigenlijk inhoudt, Next Generation EU. Het is niet gewoonweg een herstelprogramma waarbij zoveel mogelijk geld gaat worden gepompt in de economie. Dat gaat natuurlijk op een zekere manier wel gebeuren. Maar de finaliteit is anders dan klassieke economische groei. Europa wil ook met deze programma's de veerkracht van onze maatschappij versterken. En wil met deze programma's ook een antwoord bieden op de vele grote uitdagingen, niet alleen ecologische uitdagingen, economische, maar ook dingen zoals polarisering, kansenongelijkheid, moet ook worden aangepakt met Next Generation EU. En von der Leyen heeft nog vorige maand gezegd dat Next Generation EU is niet zomaar een milieu of een economisch project. Het wil echt een nieuw cultureel project voor Europa bouwen. En dus post-COVID moet Europa een betere plaats worden voor alle generaties, waarin het leven niet alleen kwalitatief is, maar ook betaalbaar. En waarin we natuurlijk ook onze planeet op de juiste manier beschermen. En dus eigenlijk is mijn conclusie, en ook die van de commissie, dat dit zijn vooral maatschappelijke transformatieprogramma's. Dit gaat dus niet alleen over jobs of toegevoegde waarde gaan creëren. Men wil echt ook onze maatschappij ingrijpend veranderen. Hierover werd natuurlijk al lang gepraat in het Europese parlement, hè, maar de commissie zelf bleef altijd een klein beetje, denk ik, op de achterhoede wat dat soort discours betrof. Maar nu dus, met de relanceprogramma, zegt de Europese Commissie zeer letterlijk, we willen echt onze maatschappij verbeteren dankzij het herstelbeleid. En ik heb de indruk dat deze boodschap nog niet overal heeft vruchtbare bodem gevonden. Men kijkt nogal conventioneel naar relance aankondigingen en men is dikwijls ook nogal kritisch wat dat betreft, hè. Ik kom daar straks nog een klein beetje op terug. Een paar details over dit programma. Dus voluit heet dit programma Recovery and Resilience Facility. Gericht op de reële economie en dus maatschappelijke transformatie. En hiervoor is een budget voorzien van 750 miljard euro. Wat zelfs naar Europese normen behoorlijk is, hè. De finaliteit sluit dus aan bij de Green Deal doelstelling. En men heeft afgesproken dat van deze 750 miljard euro gaat ongeveer 1/3 naar Green Deal projecten en 1/5 naar digitale projecten. Digitale projecten in alle mogelijke economische sectoren, onder andere ook in de energiesector. Een lidstaat krijgt niet zomaar geld. Een lidstaat moet projecten formuleren, moet je dan ook indienen bij de Europese Commissie en moet ook een overtuigend beleidskader daaraan koppelen om dat echt te kunnen waarmaken. Je kan dus niet zomaar zeggen, wij gaan in België 3 miljoen woningen koolstofneutraal maken tegen 2040 en nog eens 500.000 tegen 2050. Je kan dat natuurlijk wel zeggen, maar je moet ook via een beleidskader aantonen, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat effectief kunnen realiseren?
En dat is natuurlijk ook iets dat tot vele discussies leidt in heel wat landen. Hè. U weet misschien dat de Italiaanse regering is gevallen over dit soort discussies. Italië kon bijna 200 miljard euro claimen, maar moest natuurlijk een ganse race projecten indienen. En dat was heel veel debat binnen de Italiaanse regering. En het is blijkbaar voor een paar landen niet echt makkelijk om echt onmiddellijk een goed beleidskader te kunnen koppelen aan zeer ambitieuze doelstellingen. Waarom kreeg Italië zoveel geld toegeschoven? Of waarom krijgt Italië zoveel geld toegeschoven? Omdat natuurlijk men wil met deze recovery vooral de landen die het hardst zijn getroffen door corona op zijn minst ook ergens helpen bij het herstellen. Goed, dus 750 miljard, heel veel discussies, niet zozeer in ons land, maar toch wel in een paar van onze buurlanden veel discussie. Is dat nu echt enorm veel, 750 miljard te besteden in een paar jaar tijd? Wel, eigenlijk niet. Het hangt natuurlijk af van uw vergelijking. En ik geef u hier een kort sfeerbeeld van wat gebeurt bij de Europese Centrale Bank. Die houdt zich natuurlijk ook bezig met de impact van de coronacrisis op de reële economie en heeft daarvoor een heel specifiek programma uitgewerkt dat eigenlijk voortbouwt op een geschiedenis van ongeveer 10 jaar, beginnende met de financieel-economische crisis van 2008-2009, waar dus de ECB altijd producten overkoopt van private banken, van investeerdersgroepen en noem maar op, om de economie te ondersteunen. En dus nu is de redenering de volgende. Wanneer banken of investeerders leningen bijvoorbeeld hebben gegeven aan een hotelgroep, en die hotelgroep die heeft nu dieprode cijfers door de coronacrisis, dan dreigt die bank natuurlijk veel te verliezen op die lening. Wel, dan kan die bank die lening doorverkopen aan de ECB. En dus heeft die bank eigenlijk geen enkele schade ondervonden door de coronapandemie. Hiertoe heeft de ECB geld voorzien, naast de conventionele monetaire stimulansen die er al zijn. En eigenlijk heeft men vrij recent beslist dat hiervoor in Europa 1850 miljard geld vrijgemaakt wordt. De ECB creëert dit geld, hè? En dus 1850 miljard exclusief voor producten van banken, investeerders, te compenseren wat betreft corona. Heel opvallend is, over deze mechanismen vind je geen discussie in onze media, is er geen politiek debat, is er eigenlijk niet zo veel transparantie, als u graag zou weten, ja, bij wie komt dat geld dan terecht, voor welke projecten, dat is niet zo makkelijk te vinden. Dus iedereen is zeer tevreden, vooral de banken, de investeringsgroepen, en noem maar op. Terwijl dus Next Generation, 750 miljard, moet je hard werken als land, als regering, om, laten we zeggen, projecten te kunnen binnenhalen. Dus je hebt meer dan één manier om de economie, bij wijze van spreken, te helpen in tijden van corona. Wat valt eigenlijk op? Een paar landen hebben zeer snel een mooi programma kunnen opmaken om dus hun lijstje met projecten in te dienen bij de Europese Commissie. Het zijn meestal landen die gekenmerkt zijn door echt een duidelijke toekomstvisie, in de zin van waar wil je naartoe met je land, met je infrastructuur, met technologische ontwikkelingen en noem maar op. Hè. Terwijl andere landen hier niet echt sterk in zijn en dus lang moeten zoeken naar het vinden van goede projecten om te kunnen indienen bij de Europese Commissie. En by the way, dat moet eigenlijk ingediend worden rond de maand april. Dus vrij spoedig moet elk land zijn dossier indienen. De Europese Commissie had hierop een klein beetje geanticipeerd op het feit dat je niet zo vlot soms kunt die projecten gaan identificeren. En heeft een handje toegestoken, namelijk door het bepalen van wat heet de flagship projects. Dat zijn eigenlijk 7 categorieën van projecten die dus prioritair zijn binnen Next Generation. En dus elk land wordt eigenlijk verwacht vooral hierin projecten te gaan definiëren. En dat zijn denk ik geen al te grote verrassingen. Power Up, dat gaat natuurlijk over clean technologies,
gebruik van hernieuwbare technologieën, renovate, ook geen grote verrassing. U weet zeer goed wat dat betekent. We moeten onze building stock grondig aanpakken. Recharge en refuel slaat vooral op de elektrische mobiliteit, oplaadinfrastructuur, maar ook natuurlijk een meer uitgebreid publiek transportnet. Connect is heel belangrijk. We moeten alle technologieën gaan koppelen aan elkaar. We moeten onder andere investeren in snellere netwerken en daaraan gekoppeld natuurlijk digitalisering. Want ja, als je natuurlijk alles gaat technologisch ondersteunen, moet je ook dienstverlening en ook hoe de overheden kunnen werken, laten gebruik maken van deze platforms en deze opportuniteiten. Scale-up, daarmee wordt vooral verwezen naar het feit dat we ook een Europese cloud moeten organiseren en gaan voeden met groene processoren, als ik het zo mag uitdrukken. We moeten ook het energieverbruik in die cloud onder controle houden. En dan heel belangrijk, reskill en upskill. We moeten natuurlijk ook onze onderwijssystemen aanpassen om genoeg human capital te kunnen aanleveren aan al die sectoren waarvan we hopen dat die gaan digitaliseren, connecteren, groen worden en noem maar op eigenlijk. En dus elk land wordt verwacht om toch in dit kader maatregelen voor te stellen. En u kent misschien de Belgische initiatieven. Onder andere gaat België investeren in oplaadinfrastructuur. Dat gaat eigenlijk elk land min of meer doen. Dat past natuurlijk zeer mooi bij Recharge en Refuel. En ook wil België hard inzetten op renovatieactiviteiten. Dat vinden we natuurlijk onder Renovate enzovoort. Hè. Dus je bent eigenlijk als land toch wel verwacht om hier uw accenten in te gaan definiëren. Als je al deze flagship projects zou in een beeld moeten vatten, dan kom je natuurlijk op enerzijds emissiedoelstellingen misschien, hè, die we moeten gaan realiseren. En natuurlijk, ik wil ook even nog eens meegeven dat wat Europa wil, wat betreft CO2-emissies tegen 2050, de reductie na 2020 is behoorlijk spectaculair. Eigenlijk hebben we tot nu toe een vrij makkelijk, als ik het zo mag omschrijven, reductiedoelstelling kunnen realiseren of proberen te realiseren. Maar vooral na 2020 moet er echt wel een versnelling komen. En je kan die jaarlijkse reductiedoelstelling vergelijken met het corona-effect dat we hebben gekend in 2020. Dat moeten we nu gaan realiseren, bij wijze van spreken, elk jaar. En dat is een grote uitdaging. Nu, allemaal die flagship projects van daarnet, misschien denken een paar van de luisteraars, ja, al die projecten, niks nieuws. We praten al 15 jaar over renovatie van de building stock, al 20 jaar over hernieuwbare energie, enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat behoorlijk traag. Dus als je kijkt naar de geboekte progressie, die behoorlijk traag zich verbetert, weliswaar, hè, maar toch gaat vrij traag. En je kijkt naar die grote doelstellingen, die enorme reductie die moet tegen 2050 worden gerealiseerd, dan moeten we toch wel ook de vraag stellen, het huidige beleid, werkt dat goed genoeg? Moeten we dat ook niet gaan hervormen om meer impact te kunnen maken, zeker na 2020, als we die sterke reducties mee moeten gaan onderbouwen. En dus eigenlijk wil Europa ook de landen aanzetten tot na te denken over hoe kan je het beleid verbeteren om bij te dragen tot een snellere realisatie van die flagship projects. Dat is één ding. Een tweede ding is natuurlijk ja, al die nieuwe technologieën. Als we nu even gaan beginnen te evolueren naar de building stock kwestie, welk beeld past daarbij? Bijvoorbeeld iets wat je hier kan zien. Hè. U ziet hier een gelukkig gezinnetje, trotse eigenaar van een high-tech woning, die is smart, de wagen is aan het opladen en natuurlijk heeft men een formule gevonden bij een leverancier, waarbij u ook wordt beloond voor uw netwerkdiensten op momenten van piek en noem maar op eigenlijk. Hè. En dus in deze woning zitten al die technologieën samen. Natuurlijk, om dat aangenaam te laten functioneren, heb je twee dingen nodig. Het eerste wat je nodig hebt binnenin, dat is natuurlijk een besef van wat de Denen als giga omschrijven. Hè. Je moet het ook zeer knus maken in die hoogtechnologische woning.
En dus een fotootje voor 2 weken geleden is relevant natuurlijk, hè, toen het -20 was, bij wijze van spreken. U steekt een blokje hout aan, u geniet van het knapperend vuurtje. Je moet dan wel even nadenken aan uw fijnstofemissies. Hè. Maar kom los daarvan, kan je natuurlijk die woning ook zeer gezellig inrichten binnenin. Dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè. Dat mogen we niet vergeten. Wat is ook belangrijk, om al die technologieën juist te kunnen integreren, beheren en noem maar op, moeten we de digitale meter optimaal gebruiken. De digitale meter, u niet onbekend, op dit moment de publieksvijand nummer 1 in Vlaanderen, zeker voor de mensen met zonnepanelen eigenlijk. Hè. Waarom vermeld ik dit? Omdat natuurlijk, we kunnen enorm veel leren, denk ik, over hoe we ons beleid organiseren aan de hand van die ja, treffende saga van de zonnepanelen en de digitale meter. Dus als Europa suggesties geeft naar kijk, hoe kan je het beleid verbeteren om een versnelling mogelijk te maken, dan is denk ik het beste antwoord even kijken naar wat is er eventueel verkeerd gelopen in de afgelopen 10, 20 jaar. Dat vraagt natuurlijk heel veel tijd en ik heb die tijd helemaal niet, maar ik wil toch een paar zaken met u even delen. Ik denk dus dat gans de kwestie van de digitale meters en de zonnepanelen, toch wel heel markant, hè? Europa pleit voor digitalisering en de Vlaamse regering zegt nee, we gaan dat vertragen, die uitrol van de digitale meter. Dat is eigenlijk een zeer ironische contradictie. Maar het basisprobleem zit hem, denk ik, in hoe de overheid heeft gekeken naar hoe breng je een nieuwe technologie in de markt. En dus 15 jaar terug, toen het zonnepanelenverhaal min of meer begon, was men ervan overtuigd, we moeten proberen de nieuwe technologie in de markt te krijgen door incentives te geven aan investeerders. Dus je laat die marktkrachten los, hè? Je laat die werken. En mensen die dan willen investeren in een technologie zoals zonnepanelen, moeten dan een degelijk rendement krijgen dankzij subsidiemechanismen. En dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat in dezelfde periode de Europese energiemarkten zijn geliberaliseerd. Toen werd het zeer duidelijk dat Europa wou dat de overheden zich terugtrokken uit het energielandschap, dat die markt gewoonweg moest losgelaten worden en dat marktkrachten de investeringen gingen uitlokken en gingen zorgen voor lagere prijzen voor de gezinnen en voor de bedrijven. En dus in die omgeving met vrije marktkrachten waren de meeste regeringen niet, laten we zeggen, happig om met directe regulering in te grijpen. En men heeft daarom vooral via incentives geprobeerd nieuwe technologieën in de markt te subsidiëren. Dat kan werken, hè, met incentives werken. Maar natuurlijk, u weet dat als u een jonge technologie die zeer duur is, in de markt wil gaan insubsidiëren, dat kan natuurlijk enorm duur worden. Het alternatief is regulering. 15 jaar terug had de regering gewoon kunnen zeggen, wie nieuw bouwt of wie ingrijpend verbouwt en het dak laat het toe, wel, die moet zonnepanelen plaatsen. Dan lagen er nu ook heel veel zonnepanelen aan een totaal andere factuur. Natuurlijk zou kunnen zeggen, ja, maar voor die mensen die nieuw bouwen, dat is wel een belangrijke kostenverhoging. Dat klopt, maar ja, als je vandaag nieuw bouwt, moet je ook bijna energie-neutraal bouwen. Dat heeft ook kostenimplicaties. Hè? Een ander voorbeeld vinden we rond elektrische voertuigen. In een paar landen geeft men subsidies voor mensen die een elektrische auto kopen of fiscale voordelen. Wat in mijn ogen zeer bizar is, waarom moet iemand die 85.000 euro kan betalen voor een mooie Tesla fiscale voordelen krijgen. Dat lijkt me toch wel een bizarre houding. Andere landen geven dat niet en die zeggen vanaf 2030 mogen hier geen nieuwe auto's met verbrandingsmotoren worden verkocht. En dat is puur directe regulering. En dan gaat vanzelf natuurlijk het landschap zich aanpassen. Dan kan je eigenlijk al die subsidiefacturen uitsparen, hè. Als je even kijkt naar sociale media vandaag over digitale meter, zonnepanelen, enorm veel berekeningen van wat kost dat nu aan u, hè? Het niet kunnen genieten van die terugdraaiende teller, dat wijst gewoonweg op het feit dat voor velen de energietransitie een beleggingsproduct is. In de zin van, ik doe iets, ik investeer in iets en ik moet nu een goed rendement krijgen. Dat is eigenlijk op zich te begrijpen, maar dat is als
publiek project, zeer bizar. Hè? Zeer bizar. En dat is denk ik niet vol te houden. Een tweede punt is dat door te werken met prikkels aan private partijen, zijn we bezig, en dat beseffen we denk ik niet goed genoeg, met de collectieve infrastructuur te individualiseren. Dat betekent, u koopt uw eigen energietechnologie, dat wordt op uw dak geplaatst. U gaat ook misschien een eigen thuisbatterij installeren, terwijl u voordien vooral net gebruik maakte als grote batterij. En u gaat misschien ook investeren in oplaadinfrastructuur voor uw elektrische auto, terwijl u vroeger met uw auto naar een pompstation reed om daar op te laden eigenlijk. Dus dit kan, maar niet vergeten, waarom zijn we vroeger begonnen met collectieve infrastructuur te creëren omwille van de schaalvoordelen en de kostenvoordelen. En nu gaan we alles terug gaan individualiseren, wat natuurlijk een kostenimplicatie heeft. En we zeggen eigenlijk, consument, koop elementen van het klimaatbeleid. De overheid is hierdoor een klein beetje aan het depolitiseren. Het wordt bij wijze van spreken een consumptieverhaal op maat van investeerders. En dat werkt voorlopig redelijk. En u vindt overal advies over, moet ik nu een thuisbatterij aanschaffen of niet? Wat brengt dat op? Wat kost dat? En u wordt natuurlijk ook gesubsidieerd bij het eventueel aanschaffen van die thuisbatterijen. Dus oké, dat verhaal, dat werkt ergens, maar de energietransitie, wat moet het eigenlijk worden op termijn? Ik denk dat iedereen moet kunnen meedoen aan die energietransitie. Laten we even nadenken over een partiële energietransitie. Wat bedoel ik hiermee? Stel dat in 2040 of in 2050 heel veel koolstofarme woningen er zijn, maar wie gaat daarin wonen? Denk ik de hogere inkomens. En die gaan natuurlijk ook rijden met de beste elektrische voertuigen en die kunnen gebruik maken van allerhande marktformules, allerhande incentives. Maar een deel van de maatschappij kan niet investeren, een deel van de gezinnen heeft die middelen niet, en die gaan natuurlijk tegen dan wellicht nog wonen in inefficiënte woningen, als die transitie niet globaal kan worden georganiseerd. Als we blijven steken bij een partiële transitie, wonen de lagere inkomens in inefficiënte woningen, met een hoge energiefactuur, en dan zijn die aangewezen op andere vervoersopties dan de individuele hyper-efficiënte elektrische auto. En dat is natuurlijk een soort beeld dat de ongelijkheid enorm gaat toenemen. En dat mag absoluut niet gebeuren. Dus iedereen spreekt dan over een just transition. We moeten echt een inclusieve energietransitie kunnen gaan creëren. En dat kan je niet doen door je te richten op de investeerders. Omdat alleen wie genoeg vermogen heeft, die kan natuurlijk investeren. De lagere inkomens kijken toe en zijn afhankelijk van een andere partij. En dat is natuurlijk de overheid. Dus we moeten toch wel wat dat betreft enkele lessen meenemen dat we niet in 2040 plotseling vaststellen heel goed die transitie voor de hogere inkomens, maar een deel van de maatschappij kan helemaal niet meedoen aan dit verhaal. De saga van de zonnepanelen is natuurlijk niet de enige saga in ons land. Er is ook de zeer populaire saga over nucleaire energie. In het Europese relancebeleid wordt er niet gepraat over energietechnologieën. Elk land moet zelf die keuzes natuurlijk maken. Maar in dit land zijn we al 15 jaar, bij wijze van spreken, bezig met debatten over voor- en nadelen van hernieuwbare energie, nucleaire technologie en noem maar op. Ik ben daar niet zo enthousiast over die debatten, omdat je moet kijken naar het systeem. Wat is een energiesysteem? Een combinatie van technologieën altijd. En een combinatie die natuurlijk zou moeten maatschappelijke welvaart maximaliseren. En dat betekent niet alleen kostprijs, die belangrijk is, maar ook natuurlijk algemene zekerheid die wordt geboden en duurzaamheid. En hiervoor is er niet één unieke formule. Je kan op vele manieren werken aan een koolstofarm Europa tegen 2050. Je kan vele technologieën combineren. Maar natuurlijk moet je altijd het politieke evenwicht zoeken naar welke combinatie maximaal is. Dus de individuele nadelen van elke technologie zijn denk ik veel minder belangrijk dan wat er in het debat af en toe wordt gesuggereerd. Ik heb daar ook in het verleden een paar oefeningen rond gemaakt, onder andere in het boek Energie Trilemma. Goed, nu kort building stock.
heel belangrijk in het relancebeleid, omdat je natuurlijk niet alleen heel veel CO2-baten hebt, maar ook heel veel potentiële jobcreatie en natuurlijk ook levenskwaliteit. Hè. Als mensen kunnen wonen in een betere woning, dat is niet alleen goedkoper, maar ook aangenamer. Dus je moet het wat ruimer bekijken. We hebben ook al behoorlijk lang een renovatiebeleid met een paar Europese directieven. Maar het renovatiebeleid geeft resultaten, maar die renovatiegraad die blijft eigenlijk te laag om zeker tegen 2050 een koolstofarme buildingstock te kunnen zien in ons land en ook in de Europese buurlanden. Een paar kerncijfers. Vlaanderen heeft wellicht op dit moment een 5% future-proof woningen. Hè. Dat betekent dat er voor die resterende 95% van de Vlaamse woningen nog wat werk aan de winkel is. Misschien niet al te veel voor een klein deel, maar voor een groot deel van deze woningen nog heel wat werk. Vlaanderen doet eigenlijk in België dan relatief goed. Hè. Voor Wallonië is de schatting dat 1% future-proof is. Hè. En geloof het of niet, maar 29% van de woningen met een certificaat in Wallonië krijgt het G-certificaat. En dus wij zeggen in Vlaanderen EPC en in Wallonië zegt men EPB. Brussel dan, 0,6% van de woningen heeft het A-label en 28% het G-label. Dus Vlaanderen heeft werk voor de boeg, maar de twee andere gewesten hebben ook zeker en vast veel werk voor de boeg. En dat kan een klein beetje verbazen misschien, want alle gewesten hebben al 15 jaar een historiek van renovatiesubsidies, terug incentives. Hè. U doet iets goed, u krijgt een zakje geld en u wordt op deze manier beloond. Je hebt ook renteloze leningen, die worden vooral in Brussel al zeer lang eigenlijk zeer genereus toegekend. Je hebt ook vele andere fiscale voordelen en informatie-instrumenten. Maar die renovatiegraad die blijft hangen rond de 0,5, 0,8 tot 1%, waarvan de puur diep energetische renovatie dikwijls nog maar een klein aandeel uitmaakt eigenlijk. En dus toch wel terug werk voor de boeg. Kort een paar elementen over wat daar nu achter zit, hè. En het pijnpunt van ons land, of pijnpunt, je kan ook zeggen de charme misschien van ons land, is dat we vooral behoorlijk oude woningen hebben. U heeft hier getallen die u een beeld geven over het aandeel van de woonhuizen. Dit zijn alleen woonhuizen, geen appartementen. Opgericht na 1981, dus toen er nog niks van energieregulering was in de drie gewesten. Hè. Dus in Vlaanderen vinden we 31% van de woonhuizen opgericht na 81. En 5% van de Vlaamse woonhuizen zijn gebouwd na 2011. Wallonië 20%, dus 1/5 opgericht na 81. En 3,4% gebouwd na 2011. En dan Brussel, zeer opvallende cijfers eigenlijk. Maar 0,7% van de woonhuizen in Brussel zijn gebouwd na 2011. Wat wel in het voordeel van Brussel speelt, is dat je hebt relatief kleine woonhuizen in Brussel. We moeten niet vertellen waarom. En dus dat kan natuurlijk wat betreft renovatiekosten wel een voordeel zijn, terwijl Vlaanderen relatief veel grote woningen heeft. En dan is natuurlijk ook die renovatiefactuur mee te nemen. Dus we hebben een oud gebouwenpark in gans België eigenlijk. Maar we praten dus veel over die energie prestaties, maar we moeten ook toch kort even beseffen dat er maar een deel van een complexer verhaal is. Hè. Ik denk dat vooral de versnippering van de buildingstock op zich ook een heel interessant element is. Hè. Onze 13.000 kilometer lintbebouwing heeft een factuur. We hebben ook onze natuurgebieden versnipperd. We hebben ook enorme uitgelokte mobiliteitsemissies. En het is een klein beetje absurd om zeer afgelegen woningen aan een hoge factuur te gaan renoveren als je hierdoor gegarandeerd hoge mobiliteitsemissies gaat uitlokken. Plus natuurlijk hebben we ook een hoge factuur voor nutsvoorzieningen. Dus die versnippering, die moeten we ook, denk ik, na 2050 proberen ergens te counteren. Dat heeft ook belangrijke voordelen, want
in Vlaanderen is ook het eigenaarschap enorm versnipperd. En dat betekent, je moet elke individuele eigenaar proberen mee te krijgen in een soort renovatieverhaal, een duurzaamheidsverhaal. En dus, je bent afhankelijk van de respons van elk individu. In een paar van onze buurlanden is dat toch wel ganz anders. Denk aan Nederland, waar ongeveer 28% van de woningen worden beheerd door woningcorporaties. En kan je natuurlijk veel sneller collectief actie ondernemen. Kan je ook een andere dynamiek gaan creëren. Dus wij moeten echt de individuele eigenaars gaan meekrijgen. En belangrijk is dan ook, hoe denken die eigenaars, hoe denken die bewoners over renoveren? Wat komt uit een paar zeer interessante Europese studies en ook uit de wetenschappelijke literatuur? Wel, in België, maar in onze buurlanden evenzeer, zijn de meeste bewoners vooral geïnteresseerd in comfort, functionaliteit en levenskwaliteit. Daar ben ik ook in geïnteresseerd, u waarschijnlijk ook. En soms ook in energiebesparing. Bijvoorbeeld in Denemarken weten we dat zelfs mensen die een nieuwe woning, die een woning aankopen, die lezen in de praktijk amper de certificaten die bij die woning horen. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. En dat is ook waarschijnlijk een klein beetje het geval in een land zoals België. Er is niet echt een grote appetijt tot renovatie. En dan zeggen we nogal vlug, dat komt door de hoge terugverdientijden, wat zeker en vast een element is. Inderdaad, renoveren betaalt zich niet al te snel terug volgens de SERF. Kan een energetische renovatie een terugverdientijd hebben van 38 tot 64 jaar? Nu, dat is volgens mij niet echt zo belangrijk, die terugverdientijd, omdat, dat blijkt ook uit empirisch onderzoek voor Europa, 90% van de energetische renovaties die vallen samen met andere renovaties, uitbreiding van de woning, andere indeling van de woning, enzovoort, enzovoort, hè. En dat blijkt ook uit empirisch materiaal over de toename van de woningoppervlakte. En dus, u ziet hier ook een paar getallen staan, hè. De woningen kort na Wereldoorlog 2 waren naar huidige normen piepklein, gemiddeld 59 vierkante meter. En vandaag woont de Belg op gemiddeld 130 vierkante meter. Dat betekent concreet dat wie een woning koopt van de jaren 60, wat gaat hij daarmee doen? Die gaat hij heel waarschijnlijk een beetje uitbreiden. Dikwijls in stappen. Hè. Je koopt die aan, doet eerst een aanbouw en dan wat later gaat er een nieuwe badkamer boven komen, enzovoort, enzovoort. Dus je krijgt dikwijls een verhaal zoals dit. U ziet hier een zeer mooie aanbouw, gekoppeld dus aan een bestaande woning. De woning links daarvan die heeft nog de typische koterij. Die is afgebroken om deze aanbouw te gaan realiseren. En dus, deze aanbouw gebeurt natuurlijk met de allerbeste materialen. Dat is natuurlijk een zeer energie-efficiënte aanbouw. Natuurlijk, het budget kruipt daarin. En wie dat nog goed kan zien op de slide, die ziet ook dat het dak op deze woning, dat is ongetwijfeld een zeer oud dak. Dat ligt ook een klein beetje scheef eigenlijk, althans vertrekkende van deze foto. Die eigenaar weet dat, dat hij ook misschien best een dak investering zou doen, maar ja, je kan niet alles tegelijkertijd financieren, dat kan gebeuren misschien binnen 10 of 15 jaar. En dus die expansie die er dikwijls gebeurt bij oude woningen, die gebeurt zeer energiezuinig, maar natuurlijk, u weet allemaal, als je meer vierkante meters gebruikt in een woning, die moet je ook gaan verwarmen, moet je ook gaan ventileren, dus dat kan op zich ook natuurlijk tot extra energieverbruik gaan leiden. Dat zijn al een paar van de barrières waarmee we vandaag in het renovatiebeleid worden geconfronteerd. Maar ik wil er nog twee even met u in detail bespreken. De eerste barrière is wat ik zou omschrijven als het spanningsveld naar de eerste renovatiegolf. Wat u hier ziet zijn cijfers voor Vlaanderen, waar de vraag wordt gesteld in het gebouwenpark in Vlaanderen, hoeveel procent van de woningen heeft al isolerend glas, heeft al isolatie van dak en zolder, heeft al muurisolatie en vloerisolatie. En wat we natuurlijk vaststellen is dat heel wat woningen al een belangrijke inspanning ondergaan hebben. Kijkt u naar het percentage van de woningen met isolerend glas, zeer hoge percentages, maar ook muurisolatie eigenlijk toch al in belangrijke mate aanwezig, hè. Wat betekent dat nu als u aan deze eigenaars de vraag stelt, is uw woning al energie-efficiënt? Dat een groot deel van deze eigenaars zeggen, ah, natuurlijk,
Ik heb al isolerend glas geplaatst. Ik heb al mijn zolder geïsoleerd. De gevel is al geïnjecteerd. Hè? Dus eigenlijk, voor mij is de klus geklaard. Dus vele eigenaars weten niet dat in 2050 iets anders wordt bedoeld met koolstofarm dan het hebben van isolerend glas en dakisolatie. Hè? Je komt er daarmee nog niet. Een extra inspanning is zeker en vast nodig. Hè? En dus ook belangrijk is dat veel van de mensen deze inspanning hebben gedaan, onder andere in reactie op allerhande subsidiemogelijkheden. Dat is eigenlijk een heel belangrijk punt. Hè? Deze eigenaars zijn denk ik niet zo gebrand op extra investeringen om die woning nog wat meer energiezuinig te maken. U weet allemaal dat als je woning al relatief zuinig is, die nog zuiniger maken, dat geeft een zeer hoge marginale kost van de bijkomende besparing. Dan moet je echt al beginnen met onder andere uw vloeren uit te breken, om vloerisolatie te plaatsen. En natuurlijk echt minutieus alle mankementen, koude bruggen en noem maar op te gaan aanpakken. En dat is niet altijd zo leuk als je echt in die woning moet wonen. Dan, dat is dus één barrière, dat spanningsveld. Hè, die perceptie van mijn woning is al enorm energie-efficiënt. Een tweede punt is natuurlijk de financiële barrière. Wie kan effectief een renovatie financieren? En ik heb hierover een paar oefeningen gedaan met Sam Hamels van onze vakgroep, hè, waarbij we echt probeerden die financiële barrière te kwantificeren. Nu, als u zoekt naar een antwoord op de vraag wie kan effectief renoveren, dat is niet zo makkelijk, omdat over de renovatiekost te koer weinig publicaties, weinig analyses op een zeer veralgemeende manier beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor Vlaanderen kennen we het werk van Steunpunt Wonen met als conclusie de renovatiekost voor een woning is gemiddeld €52.000. Met natuurlijk uitschieters. Hè. Dat kan oplopen tot €180.000. Dit vertrekt weliswaar van offertes ingediend door aannemers voor sociale woningbouw. Natuurlijk, sociale woningbouw, dat zijn dikwijls projecten van 10, 20, 30 woningen die worden gerenoveerd. En dan kan je natuurlijk als aannemer een interessante offerte maken waarbij je die schaaleconomieën gaat doorrekenen. Als je 30 totaal verschillende woningen wilt gaan renoveren, dan moet je 30 keer veldwerk doen, de woning goed gaan bestuderen. En heb je ook heel veel complicaties die pas achteraf misschien duidelijk worden. Dus dat is totaal iets anders hè, dan je baseren op offertes voor sociale woningbouw. Maar kom, een zeer goede studie. Conclusie, gemiddeld kost een renovatie €52.000. Met natuurlijk een verdeling die een paar kantjes kan kennen. Hè. Voor Wallonië is er het werk van Service Public Wallon. Met als conclusie dat in Wallonië de renovatiekost eigenlijk veel hoger zou zijn, namelijk €80.500. Maar dat is eigenlijk vooral van toepassing voor wat heet maison verniculaire, zeg maar de dropswoning in Wallonië. Als je kijkt naar de bronstudie van dit rapport, dat is een werk van 3E, zou ik zeggen dat de renovatiekost gemiddeld in Wallonië ongeveer €67.000 bedraagt. Hè. En dan Brussel, totaal andere markt. Hè. Ik moet je niet vertellen, een appartementenmarkt met ongeveer 1/3 kleine rijwoningen. Ik zou daar de renovatiekost durven schatten op ongeveer €64.000 per wooneenheid. Hè. Dit zijn natuurlijk energetische renovatiekosten. De meeste eigenaars zijn daarin niet zozeer geïnteresseerd. Die willen vooral hun woning verbeteren en die nemen deze energetische renovatie mee bij meer algemene comfortrenovaties. Dus je moet ook rekening houden met hoe mensen effectief redeneren over renoveren. We hebben dat geprobeerd in een simulatiemodel allemaal te integreren. Maar als vraag, hoeveel procent van de huidige eigenaars kan effectief renoveren in deze drie gewesten? En ik toon u hier al een paar resultaten. Eerst voor Vlaanderen. Wij concluderen, dat is natuurlijk altijd een simulatieoefening met alle mogelijke beperkingen, dat in Vlaanderen 40-54% van de eigenaars middelen tekort komt om de energetische renovatie effectief te kunnen uitvoeren. En de balkjes bovenaan, aan de linkerkant, die geven een soort inschatting van hoeveel €1000 komen effectief tekort. En u kan dan zien dat bijvoorbeeld in Vlaanderen 20% van de huidige eigenaars tussen de €25.000 en €50.000 tekort komt
om de woning energetisch te kunnen renoveren. Vertrekkende van een simulatieoefening met heel wat hypothesen, assumpties, dat is geen perfecte oefening, dat is een best estimate eigenlijk. Hè. Voor Wallonië hebben we ook zo'n oefening gemaakt. En dan vinden we dat 43-57% van de huidige eigenaars de energetische renovatie niet vandaag kan financieren. En dus er is zeker en vast een heel belangrijke financiële barrière in zowel Vlaanderen als Wallonië. De vraag is nu, wat betekent dat voor het beleid? Dus kan je mensen helpen met subsidies, met renteloze leningen, om die kloof eventueel te dichten? Dat is natuurlijk een interessante kwestie. Ik ga daar kort over zeggen, maar ik wil even toch nog ook iets zeggen over de doelstelling op zich. Van kijk, iedereen moet renoveren. Dat horen we geregeld, hè? En ik onderschrijf eigenlijk die doelstelling min of meer. Maar in de praktijk geeft dat wel fundamentele problemen. Wat toon ik hier? De woningprijzen in Wallonië per segment in de markt voor bestaande woningen. Hè? En dus de woningen onderaan in de markt, dat zijn de P10-woningen. De minst attractieve woningen, dikwijls slechte kwaliteit, noem maar op. Hè. En die koop je vandaag in Wallonië, een goedkoop gewest naar Belgische normen, voor ongeveer €70.000. Nu, stel nu dat die studie van Service Public Wallon correct is en dat gemiddeld de renovatiekost voor een woning in Wallonië €80.000 zou bedragen, dan koopt u in Wallonië een slechte woning. U denkt, ja, ik heb een woning gekocht. Maar tegen 2050 moet die worden natuurlijk energetisch renoveerd naar een zeer hoog prestatieniveau. En dat gaat u misschien €80.000 kosten. Wat is dan de netto-waarde van die woning? Dat is een moeilijke kwestie. U geeft €70.000 voor die woning. Maar om die te kunnen gebruiken in 2050 moet u een inspanning doen van pakweg €80.000. Als u dat kan, geen enkel probleem. Hè. Heeft u een goede woning tegen 2050, iedereen zeer tevreden. Maar veel mensen die natuurlijk in die segmenten kopen, ja, die hebben niet veel geld op overschot. Dan kunnen die mensen, als ze die woning niet kunnen renoveren, nog zeggen van oké, pech, ik moet iets anders gaan doen. Ik ga die woning als bouwgrond beschouwen, maar u heeft dan natuurlijk heel veel betaald voor die bouwgrond. Hè. Bouwgrond kost in Luxemburg bijvoorbeeld €50.000 gemiddeld. Nu betaalt hier veel meer. Plus, je moet nog rekening houden met de sloopkosten en je wordt ook fiscaal belast natuurlijk op die aangekochte woningen. Ik wil maar zeggen dat wie onderaan de markt koopt en geen flauw benul heeft van wat tegen 2050 noodzakelijk is, die dreigt enorm veel te betalen voor wat eigenlijk alleen maar bouwgrond is. Stel, je koopt een Q25-woning aan €100.000 en u denkt, ik heb al een goede investering gedaan, maar als u eindigt met alleen de bouwgrond omwille van uw financiële beperkingen, dan heeft u zeer, zeer, zeer dure bouwgrond gekocht. Hè? En dat is natuurlijk ook iets dat misschien ja, maatschappelijk niet echt een optimale dynamiek is. Hè? Goed, dan die financiële barrières. Dus ik heb net gezegd, voor Vlaanderen en Wallonië komt een groot deel van de huidige eigenaars heel veel tekort. Hè? Daar een paar getallen op kleven. Wallonië bijvoorbeeld, 14% van de huidige eigenaars komt €50.000 tekort om te kunnen een renovatie opstarten. 18% komt tussen de €25.000 en €50.000 tekort. En dan heeft nog eens 8% een financieringstekort van €12.500 tot €25.000. Vertrekkende van onze simulatieoefening. Die tekorten zijn in Vlaanderen een beetje lager, hè? Maar die zijn toch wel vergelijkbaar. Kunnen we deze tekorten gaan compenseren met subsidies? Natuurlijk niet. Je kan toch niet aan 14% van de huidige eigenaars een zak geld van minimaal €50.000 gaan geven om te kunnen renoveren. Dat is natuurlijk een zeer, wat heet, regressieve interventie. Hè? Je geeft aan mensen die al eigenaar zijn, die kapitaalkrachtig zijn, enorme bedragen om hun woning in waarde te doen verhogen, wat dan maatschappelijk natuurlijk niet echt de beste zet is. Hè? Dus eigenlijk, als je dit soort oefeningen bekijkt, als je die tekorten ook probeert te kwantificeren, kom ik tot één conclusie. Renovatiesubsidies en renteloze leningen, die zijn eigenlijk zinloos. Die zijn gewoonweg ontoereikend, hè, om die grote tekorten effectief te kunnen dekken, naast andere nadelen. Hè. Nu,
Het inzoomen op wie heeft geld tekort om te renoveren mag ons niet doen vergeten dat een groot deel van de eigenaars absoluut geen geld tekort komt om eventueel te gaan renoveren. Eigenlijk is het zo dat van zij die eigenaar zijn, heeft een groot deel geen barrière, maar gaat maar 1% over tot effectieve renovatie. En dus die 99% andere eigenaars zou ook kunnen renoveren, maar gaat dat niet doen in de praktijk. Dus als het beleid daar zich kon oprichten, kan je natuurlijk wel proberen ook een versnelling van de renovatie mogelijk te maken. Nog een paar elementen over renovatiesubsidies, ook terug gebaseerd op hier de literatuur. Zowat alle analyses die ik ken voor Europa, maar ook voor de VS, zeggen dat renovatiesubsidies een zeer beperkte, wat heet, additionaliteit hebben. Betekent eigenlijk, wie renoveert, zou dit waarschijnlijk ook hebben gedaan zonder de subsidies. Omdat je wilt die woning verbeteren, uitbreiden, een hogere levenskwaliteit doen genereren enzovoort eigenlijk. Als je nu als overheid geld geeft om iets te doen, wat anders ook zou gebeurd zijn, is dus de meerwaarde of de toegevoegde waarde van je subsidie enorm beperkt. Wat dus betekent dat per gespendeerde euro er een zeer beperkte CO2-reductie wordt gerealiseerd. Omdat die reductie van CO2 er ook zou gekomen zijn zonder die subsidie. Dus af en toe wordt er gezegd, renoveren is enorm kostenefficiënt. Dat klopt eigenlijk niet vanuit publiek perspectief. Als je veel geld geeft waar eigenlijk weinig impact door komt, ben je niet echt kosteneffectief aan het werken. Die renovatiesubsidies verhogen de vermogensongelijkheid. En dat is natuurlijk in een tijdperk met veel aandacht voor ongelijkheid, vind ik niet echt een optimale dynamiek. Plus vrees ik dat genereus subsidies en renteloze leningen uitdelen kan leiden tot een soort prijsopdrijvend effect in de markt voor slechte woningen. U gaat langs bij een verkoper van een slechte woning en die zegt tegen u, ja, er is hier natuurlijk veel werk aan deze woning, maar geen paniek, ga naar die en die websites en u kan subsidies krijgen voor van alles en nog wat. En dat wordt in de prijs natuurlijk doorgerekend. Dat weten we ook uit andere markten. Bijvoorbeeld in landen waar de subsidies voor hybride auto's of elektrische auto's zijn afgeschaft, wat gebeurde met de prijs van die auto's? Die daalde onmiddellijk. Als je veel subsidies geeft, wat doen de aanbieders? Die gaan dat doorrekenen in de verkoopprijs. Dus kunnen ook al die subsidies hier prijsopdrijvend werken. En je hebt ook natuurlijk het risico op lock-in effecten. Als je te genereus subsidies gaat uitdelen, gaan misschien woningen die we misschien beter gewoonweg nog 20 jaar zo gebruiken en dan afbreken, gaan die toch worden gerenoveerd en dan is het misschien niet zo opportun meer om die effectief te gaan afbreken. Dus je kan eigenlijk lock-in effecten gaan creëren, ook met deze subsidies. Plus, meest fundamentele, u richt u naar de hogere inkomens, die zijn eigenaar. En dus elke euro die je daaraan besteedt, kan je niet gaan besteden aan bijvoorbeeld expansie van sociale woningbouw, wat ten goede komt van vooral de lagere inkomens. Dus veel problemen bij het subsidiebeleid. Maar wat doen de gewesten in ons land? Unisono. We gaan dus in alle gewesten die renovatiesubsidies verhogen, onder andere binnen het relancebeleid dat Europa nu voorstelt. Dus uiteindelijk, waarmee zijn we bezig? We stellen vast dat het huidige beleid, dat al 15 jaar er is, met incentives en subsidies en informatieinstrumenten, heeft wel een beetje impact, maar heeft nog altijd geen versnelling meegebracht. En wat doen we als reactie? Meer van hetzelfde. Eigenlijk meer subsidies, los van vragen over de doelmatigheid en het optimale benutten van al deze schaarse middelen eigenlijk. Dus kunnen we misschien binnen 5 jaar en binnen 10 jaar nog eens vaststellen, die dynamiek is er nog altijd niet gekomen, en terugconcluderen, het beleid zal misschien moeten worden bijgestuurd. Dus reform wat betreft renovatiebeleid is denk ik zeker te overwegen waard. En er zijn toch wel heel wat landen intensief mee bezig.
En dus als je dan de vraag voor België zou moeten beantwoorden, wat kan dan wel, laten we zeggen, passen in zo'n hervorming van onder andere het denken rond renoveren en buildingstock, heb ik hier een paar elementen opgelijst. Hè. Fundamenteel moeten we eigenlijk wel alle woningen renoveren. Is dat ten eerste mogelijk? Is dat wenselijk? Ik denk het niet. We moeten denk ik vooral proberen om die renovatiedoelstellingen compatibel te maken met andere doelstellingen in zaken hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit en eventueel e-fuels, waarom niet? Hè? Met als doel vooral kosteneffectief te renoveren. Stel, je hebt nu een woning, niet energie-efficiënt, maar met een zeer hoge factuur wat betreft renovatie-inspanning. Als je die woning makkelijk kan voorzien van hernieuwbare warmte, dan heb je natuurlijk ook een belangrijke ecologische baat gerealiseerd. Hè? En dus, je moet af en toe kijken naar via welk traject kan je de voetafdruk van die woning verminderen. Dat is niet noodzakelijk alleen via renovatiebeleid. Het kan ook via warmtenetten. En dus zeker en vast in en rond de steden zijn hiervoor een paar aantrekkelijke alternatieven aanwezig. Ook e-fuels, dat is toch wel ook iets dat binnen de sector natuurlijk van de brandstoffen hard wordt benadrukt. Hè. En dus we kunnen ook op termijn, denk ik, een deel van de woningen voorzien van betere fuels met een veel minder problematische CO2-implicatie. Dat is ook een optie die we kunnen meenemen. Hè. Maar dan, meer fundamenteel natuurlijk, hè, als we dan zeggen, oké, dat segment misschien niet moeten renoveren, maar ander segment wil gaan renoveren. Met welke toolbox gaan we dat doen? Gaan we blijven werken met allemaal die incentives, hè, die subsidies, of gaan we simpelweg gaan voor regulering? Of voor combinaties van. Hè. En dus nu zijn we denk ik iets te zeer gefocust op één soort instrument, namelijk het subsidie-instrument. Dat kan denk ik worden aangevuld met andere benaderingen. En dat kan denk ik ook kostenbesparend gaan werken. Hè. Natuurlijk moeten we ook erkennen dat rond dit gebeuren heb je altijd behoorlijk wat informatieproblemen. Ik denk dat een meer duidelijke kijk op de kost van renovatie, vertrekkende van uitgevoerde renovatieprojecten. En jammer genoeg is er geen centraal systeem, hè, dat bijhoudt wat is er nu gebeurd bij renovatieprojecten, aan welke factuur, met welke rendementen en dat soort zaken. In een kenniseconomie zou dat ergens moeten logisch zijn dat je probeert al die informatie wel bij te houden en te verwerken om betere schattingen te kunnen maken van wat kost nu voor dat soort woning de renovatie naar het de 2050-doelstellingen. Dus hierover kan natuurlijk nog een inspanning gebeuren. Maar ook, ja, wat zijn dan die kosten van de alternatieven? Hè? Als u de vraag zou stellen, wat kost nu een warmtenetwerk in uw omgeving? Het is niet makkelijk om die vraag te beantwoorden. Hè? Dus ook hier kan natuurlijk ook wel een beetje gewerkt worden aan betere informatie. En dat geldt ook voor, wat is de kost van die e-fuels, waar toch wel door een paar sectoren hardop wordt ingezet. Dat moet, denk ik, worden aangepakt, maar ook de focus. De focus ligt nu zeer sterk op eigenaars, maar er zijn ook de lagere inkomens en de huurders die absoluut geen eigenaar zijn. En dan kijken we toch voor die groepen naar de overheid. We moeten, denk ik, ons minder bekommeren om de hogere inkomens en de investeerders, hè. Die weten ook, in 2050 moet het gebouwenpark koolstofarm zijn. Er komt een selectie in dat gebouwenpark. En zij gaan toch wonen in de betere woningen. Die gaan een hoge marktprijs blijven genieten, omwille van natuurlijk hun energetische kwaliteiten. Hè. Dus die gaan zich vlot kunnen redden. Maar dus die lagere inkomens en de huurders, daar moet de overheid denk ik toch wel wat meer willen in investeren. Dan, waar kan dan interventie het best renderen, dan denken velen dat moet gebeuren in en rond de steden. Hè. Daar kan je de grootste baten gaan realiseren. Dan moet je natuurlijk wel kunnen ingrijpen in die steden en in ons landschap met versnipperd eigenaarschap is dat minder makkelijk dan natuurlijk in de steden die we allemaal kennen, waar dus veel collectieve projecten er zijn, waar je dus makkelijker kan gaan onderhandelen met eigenaars en die gericht gaan boetseren met allerhande regulering en incentives.
Dus ik denk dat dat gewoon een paar elementen zijn die ook in ons denken rond een optimaal innovatiebeleid meer gewicht moeten gaan krijgen. En ik denk dat zeker ten tijde van het Europees Relance-programma ook hierover kan worden nagedacht. Hè. Om min of meer af te ronden, dus wat is dan echt een goed energie- en renovatiebeleid? Dat is zeer divers in te vullen. Maar ik denk dat we toch ook moeten de vraag stellen, gaat dit beleid bijdragen tot een meer inclusieve maatschappij? Als dat gebeurt, dan zit je on track wat betreft hoe Europa kijkt naar deze grote uitdagingen. Hè. Als je alleen een beleid kan uitstippelen op maat van de hogere inkomens, dat is leuk voor die hogere inkomens, maar dat gaat op termijn een wederbots krijgen die misschien zeer duur kan uitvallen. Dan de laatste slide eigenlijk. Dus het energie- en renovatiedebat is dikwijls een zeer technisch debat, hè, en dat is nodig, dat herkent iedereen. Maar dat moet ook af en toe gaan over dingen zoals, wat is de rol van de overheid in het landschap van de toekomst? Hè? Willen we een overheid die de toekomst echt zelf vormgeeft, of een overheid die de toekomst gewoonweg ondergaat, die er naar kijkt en vaststelt, het marcheert eigenlijk niet zoals verhoopt. Hè? En dus, als je terugdenkt aan die quotes van in het begin van von der Leyen, hè, dus het relanceprogramma moet de veerkracht van onze maatschappij verbeteren, heel belangrijk is natuurlijk dat de markt kan zoiets niet. Hè? De markt kan alleen efficiëntie garanderen, maar echt sturing van wat er gebeurt in een markt. Dat moet dikwijls komen van een ambitieuze overheid. Dus ik denk dat daar toch ook wel een paar elementen in zitten die hopelijk meer en meer doorsijpelen en die ook op termijn kunnen leiden tot een meer effectief energie- en renovatiebeleid. Voor wie de publicatie over die financiële barrières voor klimaat- en comfortrenovaties voor Vlaanderen graag zou nalezen, u kan dat vinden op die twee websites. Hè. Of u kan mij ook een bericht sturen, dan kan ik u dat wel bezorgen. Die oefeningen voor Wallonië is nog niet publiek. En ik ben ook bezig aan een oefening voor Brussel en die gaat ook misschien binnen een maand of twee klaar zijn. Hè. Goed, ik dank u voor uw aandacht en ik hoop de tijd toch min of meer gerespecteerd te hebben. Dank u. Ja, dank u wel, Johan. Als er vragen zijn, kunnen jullie die met veel plezier in de chat posten. Johan, als ik zelf al een vraag mag formuleren. Ik denk dat er politiek al een tijdje een behoorlijke consensus is dat de belasting op arbeid problematisch is in België. Dat er verschuiving zou moeten zijn naar meer kapitaal. Maar als we dan kijken naar wat er gebeurt rond onroerende voorheffing, zien we dat er in praktijk helemaal niks van terechtkomt. Dus als iets dan nogal evident is, toch al zo problematisch is, hoe zie je dan de waarschijnlijkheid dat onze regeringen in staat zullen zijn om in te grijpen op die woningen en regulering te gaan opleggen in de toekomst? Wel, het is natuurlijk een zeer gemengd beeld dat we zien. Hè. Als je kijkt naar nieuwbouwactiviteit, is er geen enkele schroom om met regulering sterk te sturen. Hè? En, straf van allemaal, is eigenlijk dat tegelijkertijd ook nieuwbouw fiscaal zwaar wordt aangepakt met die 21% BTW. Dus nieuwbouw wordt enorm hard getackeld. Hè? Reguleringskosten zijn er, plus hoge BTW. En eigenlijk, ik ben niet op de hoogte van protestmarsen op Brussel van nieuwbouwers of bouwfirma's. Hè? Dat wordt eigenlijk getolereerd en we gaan daarmee om. Hè. Maar dus, je hebt dan in andere toepassingsgebieden een zekere laksheid. Hè. Nu, wat u zegt over de belastingen op arbeid, die zouden moeten worden verschoven naar andere fiscale basissen, dat is zeker en vast correct. Hè. Nu, als we spreken over belastingen op kapitaal, dan spreken we wel over het totale kapitaal. Dus niet alleen uw onroerend goed, maar ook uw roerend goed natuurlijk. Hè. En dus als je kijkt naar de belastingen in België op kapitaal, die zijn niet echt laag. Bijvoorbeeld 33% roerende voorheffing, dat is niet echt laag eigenlijk. Hè. En dan op onroerende goederen heeft België inderdaad geen al te hoge belastingen. Dat klopt als je vergelijkt met de UK of met Nederland en Duitsland en noem maar op.
Maar dan bots je op een paar andere problemen, zoals ons concept van kadastraal inkomen, dat volstrekt achterhaald is en dat ook niet correct is. Hè. Dat erkent eigenlijk iedereen. Maar dat is politiek blijkbaar zeer moeilijk om aan te pakken. Hè. En dus ik weet dat al heel wat politieke partijen met ideeën hebben gespeeld om de kadastrale inkomens te herbekijken. Dat is echt dringend nodig eigenlijk. Maar dat is in het parlement er nooit blijkbaar door te krijgen. Toch niet in het recente verleden. Nu, wat wel aan het veranderen is, is dat er meer en meer appetijt komt voor minder belastingen op arbeid, maar meer belastingen op dingen zoals een CO2-basis, een CO2-tax. Meer belastingen op consumptie is ook al een paar keer overwogen geweest. Hè. Maar dus, uiteindelijk beweegt er geregeld wel iets, maar dus om echt een soort lange termijn project van fiscale hervorming mogelijk te maken, dat is nog niet gebeurd. Als ik zeg, er gebeurt af en toe wel iets, er komen af en toe kleine maatregelen, zoals, wat gaat deze regering doen? Die gaat de autofiscaliteit veranderen. Dat is bijna zeker eigenlijk. Hè? De fiscaliteit van de bedrijfswagens, die gaat ook veranderd worden. Maar dat gaat dan ook zijn. Wat deze regering niet doet, is denk ik een algemene fiscale hervorming op tafel leggen. Want dat is echt een kluwen waarin natuurlijk delicate balansen moeten worden bewaakt. Ja. Ik zie nog geen vragen verschijnen in de chat. Binnenkort is er een presentatie van onder andere Riet Verbeek over Retax. Een project waar het wel nagedacht wordt over de hervorming van onroerende voorheffing. Ik zie dat Arnold Janssens een vraag heeft over CO2-tax. Arnold, misschien kan je de vraag via de micro stellen. Ja, dag Johan. Bedankt voor de interessante lezing. Je hebt het zo net even aangeraakt, CO2-taxen. In eerdere discussies dacht ik ook dat u daar voorstander van bent om een aantal middelen onder andere te genereren voor ingrepen bij lagere inkomens bijvoorbeeld. Maar ik vond het niet terug in uw laatste overzicht waar je verwees naar hoe moet het dan wel? Wat is daar de reden voor? Zie je geen mogelijkheid praktisch? Of denk je dat het geen zoden aan de dijk brengt om de renovatie te versnellen en nieuwe middelen te genereren? Bedankt voor uw vraag. Hè. Maar in dat overzichtje van hoe moet dan wel, wou ik echt wel over pure renovatie gebeuren een paar aandachtspunten eigenlijk meegeven. Hè. Maar inderdaad, zoals elke econoom ben ik al lang overtuigd van de voordelen van een CO2-belasting. Ik ga daar niet te technisch over gaan, maar dat is de enige belasting die welvaart creëert en geen welvaart vernietigt eigenlijk. Hè. Maar we weten ook, je hebt de beweging van de gilets jaunes gehad, hè. Die is er nog altijd. En we weten ook wat daar aan de basis van ligt. Hè. Dus als je zegt van oké, kijk hoe die idee, CO2-belasting, dan weet je, we gaan hier bepaalde groepen hard mee treffen, eventueel. Dus je moet die optimaal kunnen compenseren. En dus dat is een oefening die een sterk sociaal beleid noodzaakt eigenlijk, hè. En dus, als je dat zou toepassen in de context van woningen, want je hoort die pleidooien vandaag ook, hè? We moeten stookolie zwaarder gaan belasten, we moeten ook aardgas meer gaan belasten, omdat mensen met een warmtepomp, ja, die moeten veel belastingen betalen op elektriciteit, terwijl de mensen met stookolie, die genieten van quasi een fiscale vrijstelling. Dat is een beetje, grof gezegd, de tegenstrijd. Dus, klinkt heel goed, hè? Een hoge belasting op een CO2-belasting op stookolie. Maar dat weet je op voorhand, je gaat hierdoor een deel van de bevolking vrij hard treffen. En dan moet je ook een compensatiemechanisme gaan op tafel leggen. Hè. Dus dat is moeilijk om te zeggen. Allee, ik bedoel hiermee, de CO2-belasting op zich is niet genoeg. Je gaat niet het denken rond energieverbruik radicaal doen veranderen door alleen die belasting in te voeren, denk ik. Je moet dat echt goed onderbouwen. En dus het komt dikwijls neer op
met welk sociaal beleid ga je die groepen dan die hard worden getroffen proberen te compenseren? Wat natuurlijk kan, hè, maar wat... zeker met die Gilets Jaunes-beweging in het achterhoofd is men daar een beetje meer voorzichtig rond geworden. Oké, dank u. Er is een vraag binnengekomen van Dirk de Meester, die er een stuk bij aansluit. Is de energie op dit moment niet te goedkoop om een en ander in een correcter perspectief te plaatsen? Uiteraard, woningen renoveren of energetische renovatie is maar een middel om energie te besparen natuurlijk, maar uiteraard, energiefactuur is iets dat zou kunnen ingegrepen worden. Je zou het kunnen denken aan een progressieve factuur, waardoor dat de laagste schijf goedkoper is en mensen die een jacuzzi hebben, dat die daar wat meer voor betalen. Maar heb je daar een mening over? Dat idee leeft ook bij de waterfactuur, hè? Dat je echt in functie van je, ja, de evolutie van je verbruik, mensen met een zwembad, dat die dan vallen in een andere prijsklasse, bij wijze van spreken, dan mensen die zeer zuinig met water omgaan. Dat zou ook kunnen doen met energie. Maar dat vraagt natuurlijk een totaal andere wetgevende omgeving, denk ik. Hè? Omdat vandaag is er een regulator die bepaalt welke prijsformules in de markt kunnen gezet worden. En dus dat moet allemaal worden gecoördineerd, denk ik. En dat is zeker en vast een optie, maar dat is iets minder makkelijk te integreren in natuurlijk een soort, ja, geliberaliseerde energiemarkt, denk ik. Dan moet je echt wel, ga je terug enorm gaan sturen als overheid in de energieprijzen, wat net is eigenlijk afgebouwd geweest de afgelopen 20, 30 jaar. Hè. Je had vroeger directe prijscontrole in alle landen quasi eigenlijk. Hè. En dus dat is verboden door de Europese directieven. En dus je hebt nu marktprijzen, wholesale. Je kan natuurlijk retail wel wat in elk land gaan experimenteren met dat soort formules. Maar dat wordt dan een moeilijke oefening eigenlijk. Hè. Dus alles kan natuurlijk. Maar dit wordt direct een vrij complexe oefening. Maar natuurlijk, wat per definitie wel haalbaar is, dat is dat je probeert tenminste de belastingen op energiedragers een beetje uniform te organiseren. En het is toch wel vrij absurd dat stookolie zeer laag wordt belast, terwijl bij andere energiedragers voor dezelfde diensten de belastingen veel hoger zijn. Ik denk dat daar toch ook wel enige harmonisatie aangewezen is. En dat is denk ik ook makkelijker te verkopen binnen Europa en wat ook beter aansluit bij hoe energiemarkten vandaag werken. Als ze dat gaan invoeren voor kerosine, vrees ik dat luchtvaartmaatschappijen nog niet onmiddellijk uit de rode papieren zijn. Chris Mone merkt op dat die renovatiesubsidies mogelijk zijn die wel effectief in het sturen van de maatregelen. Zodat er wel de juiste maatregelen genomen worden, of dat er een hogere ambitie gemaakt wordt, of dat de juiste combinatie van maatregelen dan wel genomen wordt. Door. Ja, dat kan zeker. Hè? Dus bijvoorbeeld in Duitsland is uw renovatiesubsidie afhankelijk van hoe je effectief renoveert. Als je dus echt maatregelen gaat combineren, als je niet alleen gaat je dak aanpakken, maar ook tegelijkertijd iemand laat langskomen voor koude bruggen op te sporen, weg te werken, gevel injecteren en noem maar op. Als je dat allemaal gaat combineren, krijg je gewoon nog veel meer subsidies. En dus dat is eigenlijk wel een vrij goede aanpak, omdat je echt zo mensen triggert tot... Als je toch gaat renoveren, doe het dan onmiddellijk zo goed mogelijk. En dan word je ook het meest beloond eigenlijk. Hè? En dat concept hanteert men ook in Zwitserland. En dus dat blijkt vrij goed te werken. Natuurlijk, het probleem is dus wel, je bereikt hier vooral terug de hoogste inkomens mee, want dan wordt innovatie ook direct vrij duur. En dus geen enkel probleem voor de hogere inkomens. Maar dus de vraag is dan weer al, het is dan misschien effectiever, maar het is dan nog meer regressief dan het klassieke gebruik van die subsidies eigenlijk. Hè. Maar het is zeker en vast correct dat als je werkt met subsidies in functie van de diepgang of de combinatie van maatregelen,
kan je echt wel gedrag degelijk aansturen. Maar ook dan is de conclusie, onder andere voor Zwitserland, dat al wat er daar is gebeurd, 80% zou ook gebeurd zijn zonder die subsidies. Omdat die mensen nu eenmaal willen dat die woning beter wordt, omwille van andere redenen eigenlijk. Hè. Maar het is beter dan gewoonweg flat. Want iedereen die iets doet, geef je een vast bedrag, ongeacht of je echt wel het meeste haalt uit het veranderen van die woning. Ja, ik heb zelf recent de woning gerenoveerd en er kwamen 103 verschillende subsidiemechanismes in aanmerking. Een combinatie van stedelijke initiatieven en gewestelijke initiatieven en federale initiatieven. Dan moet je al heel lang gestudeerd hebben om daar nog met wijs te gaan. Goed. Ondertussen is het 9:15 geworden. Dus ik stel voor dat we gaan afsluiten. Johan, ik wil je alvast heel erg bedanken voor uw lezing. En dan wil ik nog juist uiteraard iedereen bedanken die aanwezig was. En hen ook al uitnodigen voor de volgende sessies, dus de eerstvolgende sessie, zal een lezing zijn van professor Laure Itard van TU Delft. En dat zal doorgaan op 25 maart om 30:30. Zo, ik wens iedereen een zeer gezellige avond. Dag.